Vandaag gaan we antwoord krijgen op die ene vraag. Wie is de beste coach van de bankzitters? We spelen namelijk OSM en we hebben een competitie met ons zevenen. En ik kan alvast verraden, we staan op dit moment nummer 1 tot en met 7. Dus we doen het op zich alle 7 wel beter dan de computer. Very nice jongens. Maar wie staat er nou bovenaan? Wie staat er op 7? We gaan het vandaag zien. Ik heb een hele belangrijke wedstrijd over 8 uur. Ik speel namelijk tegen Feyenoord. Ik ben natuurlijk bij PSV, Feyenoord. Nou, hoe kan het ook anders? Is Koen. En dan gaan we maar gewoon gelijk even naar die ranglijst. Ik sta op dit moment 4e en Koen staat met Feyenoord 7e. Dus die doet op dit moment het slechtst van de bankzitters. En ik zit zo, ja, exact in het midden. Ik heb 3 man onder me, 3 man boven me. Dus een hele belangrijke wedstrijd om deze te winnen. We zitten dus samen in de league. We spelen de Eredivisie. Je kunt uit alle competities kiezen. Maar Eredivisie is toch het leukste, omdat het lekker dicht bij huis is. En dat natuurlijk gewoon een Nederlandse competitie is. Het is echt tering verslavend. Vraag maar vooral aan Matty. Want je denkt, hey, Excelsior staat bovenaan. Ja, Matt is Excelsior, ik zweer het. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo verslaafd is aan een mobile game. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, we hebben allemaal een klein beetje geld ingepompt om zo een best leuk team te kunnen maken. Maar Matty heeft toch even stiekem bijgekocht. Maar dat heb ik vernomen uit bronnen, dus ik weet niet zeker of het waar is. Maar ik kan je wel zeggen dat de kans groot is dat het klopt. Mijn team, ik heb gesniperd op Donnarumma natuurlijk, de 95-rated keeper. Verder heb ik ook Sergio Ramos, Christensen achterin staan. Arias, jawel, ik heb ook nog PSV'ers, heel goed. Ik heb ook nog Havertz en ik heb nog Weigel, maar Weigel was geblesseerd. Of Weigel was geschorst. Jezus, wat heb ik een lomp team. Dus daarom speel ik nu met Mauro Junior, dus op zich ook niet erg. Voorin, ik heb Paulo Dybala. 100 reden is hij inmiddels. Fucking ziek, talent natuurlijk van Juve. Dan heb ik ook nog Maximiliano Romero die snel traint. En ik heb Bergwijn voor PSV, maar ik ga natuurlijk met Lozano spelen, maar die was vorige wedstrijd moe. En dit is dan dus ook mijn team waarmee ik ga aantreden. Tegen Koen vanavond. Ik denk dat hij nog niet gespeeld heeft. Dus als ik nou even snel ben. Kan ik even snel. Feyenoord. Hij heeft dus al gespeeld. Hij was eerder. Hij heeft een besloten training. Dus ik kan hem niet bespioneren. Dat vind ik jammer. Ik ga er geen geheim van maken. Dat ik natuurlijk wel een trainingskamp ga doen. 25% boost. Ik speel ook nog eens thuis. Dus misschien is het ook wel slim. Ik zag bij mijn stadion. Kijk, als ik nou even die verbouwing hier doe. Oh kut. Ik moet deze doen. Hier dan krijg ik thuisvoordeel meer. Als ik die helemaal doe. Dat gedaan hebben, ik heb 47 miljoen, hè. Dus ik ga gewoon mijn scout wegsturen. Jullie zagen net al, ik was op het middenveld niet heel breed bezet. Ik had eigenlijk, ja, ik moet met Mauro spelen. Niet heel erg, maar hey, misschien kan ik nog wel gewoon even een 90 plusje zoeken. Paul Pogba of zo kan vinden. Ja, nou, Paul Pogba, hallo. Ja, moet ik nog nadenken hierover? Nee, dat doe ik niet. Paul Pogba, ja, dank u wel met PSV. Heerlijk is dat. Qua tactiek, ga lekker opbouwen. Lekker aanvallers voorin blijven. Verdedigers achterin blijven. Middenvelders lekker diep gaan. Mandekking, geen buitenspelval. We gaan lekker de tegenstander lekker de druk opzetten. We gaan lekker aanvallend voetballen op hoog tempo. We spelen thuis, agressief. Thuis tegen Feyenoord, dat moet je gewoon winnen. Ik vind Pogba wel een goede aanvoerder. Of misschien die ballen. Ah ja, nee, ja, het moet een ervaren en een goede speler zijn. Dat is Pogba op zich wel. Je penalty specialist is een man zonder angst. Aanvallende spelers te kiezen. Nou ja, mijn beste aanvallende speler neemt mijn penalty. Die ballen, oké. Hetzelfde gaat voor de vrije trappen. En dan zijn de corners. Pogba moet ze inkoppen. Lozano is klein. Ik weet niet of dat maakt volgens mij op dit spel niet uit. Maar toch ga ik voor het idee van Lozano. Dan staat dat allemaal klaar. Overigens op de transferlijst. Ik heb nog 15 miljoen. Misschien staat er nog wel leuks. Maar Messi staat er nog op. Je ziet ook rustig gewoon nog een Gundogan staan. Inagio Martinez, 102 rated. Koekoek. Ik kan nog wat spelers gaan trainen aangezien die toch niet spelen. Ik heb bijvoorbeeld Bergwijn. Die gaat dan weer een rating omhoog. Dat is lekker. Maar als toch geschorst is, kan ik trainen. Arana is ook nog wel prima. En op doel. Lekker van ons. Lekker snel trainen is nog jong. En dan zie je dat mijn spelers over 8 uur ook nog beter zijn. Ik zie jullie terug sowieso. Over 8 uur. Want alleen mijn wedstrijd tegen Feyenoord gespeeld. Mocht ik jullie nou niet meer terugzien, betekent dat ik dit verloren heb. Is dit het einde van de video. Hey, en als ik heb gewonnen, dan zie ik jullie in één vinger tel knip weer terug. Download zeker even OSM via de link in de beschrijving. Het is natuurlijk gratis en het is echt om met vrienden te spelen. Tering leuk. Welkom bij Bram in de buurt. Ik ben vandaag in Schiphol. Ik sta hiernaast Gerard. Hoi, ik ben Gerard. Hey, dan moet jij zeggen, nee, ik heet Koen. Nee, ik heet Koen. Gerard. Ik vond jou meer een Gerard. Lid. Toe. Grap, willen die mensen... Jullie mogen zo op de foto. Dat wil je niet weten. We zitten op Schiphol. En we gaan dus nu allebei, welkom op mijn kanaal en welkom op Rob's kanaal. En we gaan dus de wedstrijd PSV Feyenoord gaan we nu bekijken. We hebben allebei trainingskamp, zie je? Nee, nou, ik heb dat ook gedaan. Schijnlijk was het mild. Dus ik heb hem op roekeloos gezet. Echt? En 5 in de back. Counteren. Roekeloos, ja. Roekeloos. Oh, opstelling. Jezus. Oh, Jordi Alba heeft gekocht gisteren. Ah, ik had Pogba gekocht. Matig spelen. Het zijn als ze er een knock toe vonden, dat kan natuurlijk niet.
tot nog toe. Hoeveel mensen zitten dan in het PSV Stadion? 5000 of zo. Weet je wie de scheidsrechter is? Ja? Kamphuis. Nee. Dit meen je toch niet? Zit! Is het goal? Ja! Nee! Oh, kut, ik weet dat ik dan zat. Gast, ga jij ook nog kansen krijgen of wat? Oh, als het op brand. Ja, ja, ja. Ik zet 10 euro in. Nee, nee, brand schiet. 1-0? Nee! Niet zomaar een goal, hè? Fantastische goal. Ik krijg geen kaart. Terecht. Le Mans zeker? Nee, nee. Hoe weet je dit? Hij zag ik toch? Oh, hij zit mee te kijken. Ja! Ja, die zit ook! 1-1. Wat lekker. Nou? Van Ginkel, dat is mijn slechtste speler. Heeft. Hoe kan hij nou, man? Ik vind dat deze goal dubbel telt. Man? Ja, ik scoort hem met PSV'er. Ik ook niet. Wie is dit? Van wie is deze kant? Ja, hij zit van wel. Jou? Ze staat 2-1 voor. Ja, wie is het? Die ballen. Ja, 3-1, Lozano. Gast, doe je ook nog mee? Of, Ik vond het wel leuk dat je 1-0 voor kwam. Ik kneep hem even, maar het wordt denk ik nu 4-1. Oh mijn god. Oh, jongens. Ja, dat is het. Jezus, hij mist ook nog een keer. Ja, 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 die ballen is dood. Terecht. Nee, blessure van die ballen, nee. Vinger gebroken. Gast, kun je gewoon doorvoetballen toch? Ja, Michi. Van geluk heb ik gewoon niet zo goed. Michi, ik word helemaal afgemaakt hier. Heb jij eigenlijk al de bal gehad, of ja, niet? Ja, ik denk het. 4-1, come on. Ik vind het niet eens meer leuk, juich niet eens meer. Wie is dit? Weer van Ginkel. Hey, laten zien wie de eerste staat. Dat heb ik al gezegd. Gast. Ik heb het al gezegd in mijn video. Yes. Het is afgelopen. 4-1. Hoe schat jij het werk van de manager van Feyenoord? Nou, ik denk niet zo goed. Kut. Ik ben echt helemaal niet tevreden mee. 4-1. Doe even de stand ja, erbij. Ja, maar jij hebt trainingskamp. Ja. Doe even de stand laten zien. Stand is die er nu. Oh. Oh. Oh, ben jij slecht. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Oh, sorry. Ja, is je weer afgeleid, omdat hij weer zo lekker wijd langs kan. Okay, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En dan moet jij ook je auto doen. Ja, ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Doe dat tegelijk. Doei zeggen. 3, 2, 1. Doei. Doei.